Daily Minutes nummer 1451 met een uitzending van vandaag, 26 oktober 2018. Dus bulletin van vrijdag. Het is nog vroeg, dus de stem raspt een beetje. Vandaag een uitzending met een deel over zelfbouw en daarnaast deel 0 van een herhaalde serie over geheime elektronica. Ik hoop binnenkort weer te beginnen met een nieuwe serie. Ik moet mijn draai na de verhuizing naar internet nog steeds een klein beetje vinden. Ik heb overigens absoluut geen spijt van die overstap. Mijn leven is een stuk rustiger en ik kan om 10:30 's ochtends andere dingen plannen als dat zo nodig is. Verder heb ik veel meer plezier in het maken van de uitzendingen sinds de overstap. Ik kan de uitzendingen maken zoals ik ze wil, zo lang als ik wil en met de onderwerpen die ik wil. Ook al gaan ze niet over de zendhobby. Ik voel me absoluut meer ontspannen sowieso door de overstap. Dus ja, dat is een goed ding. Uitzenden op de repeater voelde steeds meer als een worsteling de laatste maanden, zeg maar. Er is vanavond om 10:30 ook een late uitzending en ook een stuk langer dan vorige week. Deze uitzending is opnieuw niet via de ether, omdat ik geen Nederlandstalige content nog heb voor die uitzending, wat ik wel nodig vind voor het uitzenden op PI3UTR. Dit is deel 24 van de serie over zelfbouw. In deel 23, het laatste deel over veiligheid, hebben we het gehad over statische ontladingen door antennes. Vandaag gaan we het hebben over filters. In de tijd dat ik daar voor het eerst mee experimenteerde, was een griddipper een veelgebruikt instrument. Tegenwoordig hebben amateurs meer tot hun beschikking, maar een griddipper of een dipmeter kan nog steeds een handig hulpmiddel zijn. Ik ben vanuit die begintijd gewend om nooit aan filters te rekenen. Ik schatte aan de hand van wat vuistregels in wat voor frequentie ik nodig had en afhankelijk hoe scherp de dip van de dipmeter was, kon ik inschatten of het filter een Q-factor had die hoog genoeg was. Al op de middelbare school was er een leraar die zo uit het blote hoofd wist te vertellen dat als je een FM-zendertje wilde maken, dat je dat met een spoel van 4 windingen op een potlood en een trimcondensator van 30 picofarad wel voor elkaar kreeg. Hij vertelde dat overigens pas toen hij dacht dat ik al een werkende zender had. Vaak kun je bij die diameter beter nog iets meer wikkelingen nemen voor bijvoorbeeld 100 of 144 megahertz. Bijvoorbeeld van 1 mm verzilverd koperdraad en dan is de Q-factor dus nog wat hoger bij iets meer wikkelingen. Over het algemeen is een vrij grote condensator in zo'n kring een goed idee, omdat spoelen meer verlies geven dan condensatoren. Maar er is ook een soort break-even point waarbij het aandeel van de condensator relatief groot is. En als je hem nog verder groter maakt, dan neemt dus de Q-factor weer af. Aan de onderkant van het spectrum werkte ik vaak met 25 wikkelingen 0,3 mm emaille draad op een leeg rolletje plakband voor een spoel op 80 meter. Als ik me niet vergis zit je dan qua trimcondensator ergens rond de 100 of de 120 picofarad. Voor alle frequenties daartussenin maakte ik een schatting aan de hand van die twee afstemkringen die ik net noemde. Voor 11 meter werd vaak geroepen 11 windingen, maar net als bij 3 meter kon je dan meestal net iets meer windingen nemen voor een wat betere Q-factor. Als ik aan de hand van de grippen vaststelde dat de variatie wel wat al te geleidelijk verliep, dan koos ik alsnog een andere waarde. Voor een bandfilter koppelde ik bijvoorbeeld 3 van deze spoelen, geschakeld als parallelkring, in een blikje aan elkaar, al dan niet met schotjes ertussen, en een koppelcondensator van enkele picofarad op de hete kant van de parallelkring, of aan de koude kant een stukje uit het tussenschot weggelaten voor een losse inductieve koppeling. Natuurlijk zal het niet in alle gevallen met impedanties en zo helemaal goed zijn gegaan. Zolang zoiets niet op een kritieke plek zat, ging het wel goed. Ik heb in die tijd ook verschillende keren met kristalfilters gewerkt. Die waren bijzonder duur, vaak meer dan 100 gulden. En enkele keer wist ik zo'n filter in de dump te bemachtigen, maar ik heb ook een paar keer exemplaren nieuw gekocht. Je had dan in elk geval een precies omschreven bandbreedte waar je bij de juiste afsluitweerstand op kon rekenen. Ter oriëntatie, dat soort filters zit in een ontvanger vaak naast de eerste mixer. Bij een kristalfilter gaat het vaak om een enkel superontvanger met een middenfrequent op 10,7 of 9 MHz. Bij SSB wordt hetzelfde filter dikwijls ook voor zender gebruikt, ook al vanwege de hoge kosten. Het is overigens ook goed mogelijk om kristalfilters te maken. De bekende BTX-zendontvangers die zijn daar een goed voorbeeld van. Overigens is de keuze van 9 MHz filters in de begintijd van dat er SSB was de reden van dat op de banden boven 10 MHz in USB gewerkt wordt door amateurs en daaronder in LSB. Met een filter op 9 MHz kun je met hetzelfde zijbandkristal en dezelfde VFO van 5 tot 5,5 MHz zowel de 20 meter band in USB bestrijken als de 80 meter band in LSB. In het volgende deel van deze serie meer over filters. Ik ben, zoals ik vanochtend al meldde, ook aan het inventariseren van een mogelijke nieuwe serie over elektronica zoals die door bijvoorbeeld geheime diensten en privédetectives gebruikt wordt. Ik ben nog niet zeker of ik voldoende bruikbaar materiaal heb en hoe snel ik daarmee kan beginnen.
Mogelijke onderwerpen zijn spullen, bijvoorbeeld voor privédetectors. Daar kun je denken aan miniatuurzenders, audioafluisterapparatuur, gsm-afluisterapparatuur, direction finding en gps-trackers, portofoons met encryptie. Ja, heel interessant natuurlijk de afluisterapparatuur, vooral als het heel kleine zendertjes betreft. En diverse camera's en videoproducten, ja, dat is maar een greep. Bij spionage zal ik op zijn minst ook een aantal gebruikte technieken en procedures moeten uitleggen om te verduidelijken hoe de elektronica daar zijn rol in heeft. Er wordt door landen en organisaties van die landen gespioneerd, maar ook door organisaties die niet met landen te maken hebben. Uiteraard ook door criminele organisaties. Ook de doelen die verschillen. Het kan het landsbelang zijn of zijn er vaak ook militaire aspecten en ook concurrentiebelang. Kijk, en die criminele organisaties willen natuurlijk ook wel graag weten wat er tegen hun instelling gebracht wordt. Apparatuur voor spionage kunnen dingen zijn als agentenkoffers met daarin elektronica. Meestal is dat radio- of encryptieapparatuur. Vooral over de DDR is natuurlijk veel bekend over wat voor apparatuur er toen in gebruik was. Ik kan aandacht besteden aan manieren om de apparatuur te verbergen. Materiaal voor detectie hier van afluisterapparatuur. Dan heb je nog nachtkijkers en infraroodapparatuur. En soorten radioapparatuur. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars, to creating new computer applications, to practicing their emergency communication skills every June on Field Day weekend, hams enjoy serving the community in many ways. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Weet jij dat nog? Was ome Jan niet ook een etherpiraat? Ja, oom Jan uit Drenthe. Jazeker, die draaide altijd oompie koerier. In een poep en een zucht. Weet jij wat er met zijn oude zendinstallatie gebeurd is? De laatste bedoel ik, want de rest zal wel in beslag genomen zijn. Nee, die heeft tante Sjaan in het reservoir bewaard, als herinnering. Ik denk dat die oude zender daar nog steeds in zit. Moeten we binnenkort niet eens een keer weer bij tante Sjaan op bezoek? Ja, dat is gezellig. Nee, ik bedoel niet omdat het gezellig is, maar over 4 maanden is het weer contest en ik kan de trafo van de eindtrap goed gebruiken. Jij harteloze kwal. En microfoon naar retour.